Vandaag kijken we naar een wedstrijd van het Australische dameselftal. Ze spelen tegen de Canadese dames. We gaan nu luisteren naar de volksliederen van Australië en Canada. Hier ziet u de opstelling van het Australische dameselftal. Vandaag 4 verdedigers, 3 middenvelders en een driemans voorhoede. Kortom, een 4-3-3. Dus ja, een behoorlijk aanvallende formatie als je mij vraagt. En dat lijkt me goed nieuws voor de neutrale toeschouwer. Big Red. Zo wordt het Canadese damesvoetbalelftal ook wel genoemd. En ze hebben iets met het getal 9, hè? Ik vermoed dat je doelt op 2 historische nederlagen tegen de Verenigde Staten. Waarin ze beide keren met 9-1 werden vernederd. Ja, en diezelfde monsterscore moesten ze ook nog eens een keer incasseren tegen Noorwegen. De Canadese bondscoach kiest voor deze opstelling. Laten we eens naar hun formatie kijken. Alles klinkt anders in het concertgebouw. Dat ziet er vrij klassiek uit. 4 verdedigers, 4 middenvelders en 2 aanvallers. Ja, het is misschien wel de bekendste formatie in het voetbal. Niet bijzonder spectaculair. Wel heel degelijk. Samantha Kerr. Komt dat schot, zou Hugo zeggen. Hier zit ze er hartstikke goed tussen. Heel attent. Ze zet haar tegenstander van de bal. Deze race Scott. Ze gaat haar tegenstander voorbij. Michelle Prince. Veel te simpel deze paas. Een makkelijke prooi voor de tegenstander. Samantha Kerr. En een schot op doel. Ja hoor, raak! Het eerste doelpunt van de wedstrijd. Hij zit er al in. Nou, dat is toch een heerlijk begin van de wedstrijd. Ja, deze ploeg laat zien wakker te zijn. Dit doelpunt vanuit een andere hoek. Deze race Scott. Jelena Zadorski. Janine Becky. Lydia Williams met de redding. Emily van Egmond. Samantha Kerr. Paas richting de vleugel. Met veel geduld gaat die bal van Emily van Egmond. Ze geeft voor. Ze krijgt dan wel haar hoofd tegen die bal, maar ja, ze weten geen richting aan te geven. Ja, toch zonde hoor.
Want dit was best een aardige kans. Deze rit Scott. Sophie Schmidt. Christine Sinclair. Ze is nog steeds aan de bal. Zo'n paas moet je niet aankomen. Die is voor de tegenstander. Sophie Schmidt. Samantha Kerr. Ze zit ertussen en heeft de bal. Inworp voor het Australische dameselftal. Emily van Egmond. Samantha Kerr. Ja, ze gaat er voorbij. Ze schiet op doel. Mooi dat slot geblokkeerd. Nee, die bal moet je beter wegwerken. In de baan van het schot. Opnieuw een corner. De bal komt voor het doel. Die poging van Kenneth Knight Strand. Goed ingeschat hoor, die bal. Balverlies door de tegenstander. Gevaarlijke steekpaas. Opgevangen en meteen weer weg. Goal, wat een wedstrijd. Zo vroeg op achterstand en het dan gewoon weer rechtbreien. Nou, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik denk niet dat dit het laatste doelpunt van de wedstrijd is hoor. Een andere hoek voor de herhaling. Elise Kelland-Knight. Ellie Carpenter. Samantha Kerr. Doelpunt voor de Australische dames. Honger naar doelpunten. Ja, zo kun je dat noemen. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Christine Sinclair. Celina Zdorsky. Desiree Scott. In Canada is het natuurlijk reuze populair. Deze Sophie Schmidt. Ja, zie je het. Dit is een van de bepalende spelers in het Canadese damesteam. Sinds haar debuut eigenlijk al in 2005. Het debuut trouwens in een wedstrijd tegen Oranje. Desiree Scott. Uitstekend gezien hoor. Prima interceptie. Doorgebroken met de bal. Tamika Butt. Ze komen nu dichterbij. Goed van de bal gezet. Christine Sinclair. De bal weer heroverd.
Daar gaat ze met de bal. En daar, ja, eindigt de counter. Caitlin Ford. Samantha Kerr. Ze zit haar tegenstander van de bal. Desiree Scott. Bal wordt in de vrije ruimte gedropt. Goed op die bal gedoken. En ze hebben de bal weer terug. Desiree Scott. Blijft aan de bal. Christine Sinclair. Samantha Kerr. Ze zit ertussen en heeft de bal. Hier zit ze er. Hartstikke goed tussen. Heel attent. En nu heeft ze de ruimte. Voor het doel gegeven. Gevaar geneutraliseerd met die actie. Alana Kennedy. Emily van Egmond. En weer in balbezit. Christine Sinclair. Nog steeds met de bal aan de voet. Dit kan gevaarlijk worden. Goed ingeschat hoor, die bal. Balverlies door de tegenstander. Samantha Kerr. Goed van de bal gezet. Vrijwel alle passes van haar voet komen aan. Uitstekend gezien hoor. Prima interceptie. Samantha Kerr. Alles wat ze heeft. Rekt ze en strekt ze en ze heeft hem. De bal komt voor het doel. En die bal wordt weggewerkt. Gevaar geweken. Ze is nog steeds aan de bal. Ze komt dat schot, zou Hugo zeggen. En ze ruimt de bal op. Claire Polkinghorne. De bal weer heroverd. Doorgebroken met de bal. Ashley Lawrence. Dit moet hem zijn. Doelpunt, hij zit erin en we staan weer gelijk. Ah, dat is ongelooflijk. Wat een geweldige wedstrijd is dit, joh. En het kan alle kanten op, hè. Als ik haar was, ja, dan zou ik nu voor de hat-trick gaan. Mijn goedkeuring, uw goedkeuring heeft ze toch? Ook nog eens vanuit een ander standpunt. Emily van Egmond. Janine Becky. Sophie Schmidt. Pas in de breedte.
blijft aan de bal. Gevaarlijke steekpaas. Voorzet recht voor het doel. Goed weggewerkt. Samantha Kerr. Tamika Butt. Zie ze van door. Ze dacht tenminste in één keer, ik probeer het gewoon. Ja, maar helaas voor haar ging de bal er niet in. Hier zit ze er. Hartstikke goed tussen. Heel attent. Tamika Butt. Samantha Kerr. Goed ingeschat hoor, die bal. Balverlies door de tegenstander. Gevaarlijke hoge bal in de diepte. En ze is weg. En hoeft alleen nog maar die bal langs die doelvrouw te schuiven. Ja, in de afronding schiet ze dan net een fractie tekort eigenlijk, hè? Emily van Egmond. Nog steeds met de bal aan de voet. Bal naar de eerste paal. Goal, ja, die zit een doelpunt van Samantha Kerr. En daarmee heeft ze 3 keer gescoord vandaag. Ze mag de bal mee naar huis nemen. De hat-trick in de zak. Ja, en wie weet heeft ze ook nog tijd en zin om een 4e te maken. Ja, waarom ook niet? Een kwartet. Christine Sinclair. Sophie Schmidt. Desiree Scott. Met geduld wordt er opgebouwd. Christine Sinclair. En een schot op doel. Lydia Williams met de redding. Emily van Egmond. Samantha Kerr. Ellie Carpenter. Ze is nog steeds aan de bal. Ze zet haar tegenstander van de bal. Uitstekend gezien hoor. Prima interceptie. We gaan rusten met 3-2 op het scorebord. Hopelijk wordt de tweede helft net zo boeiend. Samantha Kerr. En daar is ruimte op de vleugel. Bal wordt aangeraakt. Goed schop dus. Ze geeft voor. Een schot van behoorlijke afstand. Lijkt me kansloos. Hier zit ze er. Hartstikke goed tussen. Heel attent. Goed ingeschat hoor, die bal. Balverlies door de tegenstander. Blijft aan de bal. Dit kan een goal zijn. En daar is de gelijkmaker. We staan dus weer op gelijke hoogte. Ja, zie het. En nu is de vraag. Wie durft het?
het risico te nemen om te gaan jagen op een voorsprong. Drie doelpunten in één wedstrijd. Nou, ze is op dreef hoor. Ja, je kon ook zien hè, dat ze op zoek was naar de hattrick. Ja, dan heeft ze hem nu te pakken. Elise Callant-Knight. Kennedy. Caitlin Ford. Samantha Kerr. En ze hebben de bal weer terug. Desiree Scott. De Canadese dames mogen ingooien. Ashley Lawrence. Paas richting de vleugel. Ze kan hem nu voorgeven. Nog steeds met de bal aan de voet. Voorgegeven richting tweede paal. Doelpunt voor de Australische dames. Er wordt goed opgebouwd en dan maken ze de kans af. Mooie voorzet van een aardige afstand, moet je kijken zeg. Ja, zie je, deze speler staat onbekend dat hij een uitstekende voorzet in de benen heeft. En ja, goed afgemaakt ook die bal. Hier in de herhaling, die voorzet waaruit gescoord wordt. Ja, het is natuurlijk heel lekker uithalen hè, als de bal zo op maat gegeven wordt. Christine Sinclair. Kadesha Buchanan. Diana Madison. Met veel geduld gaat ze schiet op doel. Mooi dat slot geblokkeerd. En die bal wordt weggewerkt. Gevaar geweken. Ik dacht dat ze gingen scoren. Maar ze kopt de bal net naast de paal. Ja, goed getimed hoor, die sprong. En goed ingeknikt ook. Maar ja, dan heeft ze pech dat hij niet tussen de palen belandt. Ze zit ertussen en heeft de bal. Dit moet hem zijn. En daar is de gelijkmaker. We staan dus weer op gelijke hoogte. Ja, zie het. En nu is de vraag. Wie durft het risico te nemen om te gaan jagen op een voorsprong? Oh, dat was erg ongelukkig. Zoals die bal er via haar inging. Ik kan me niet voorstellen dat dit haar bedoeling is geweest. Nee, natuurlijk niet. Maar ja, die dingen die gebeuren, dat hoort bij voetbal. Emily van Egmond. Caitlin Ford. En ze hebben de bal weer terug. Alicia Chapman. Christine Sinclair. Janine Becky. Nou, dit is een mogelijkheid om al voor te geven. Paas in de breedte. Christine Sinclair. Dat was een kans om op voorsprong te komen, maar ze schiet mis. En zo blijft de stand gelijk. Hier zit ze er hartstikke goed tussen. Heel attent. De voorzet wordt onderbroken door een tegenstander. Ze legt de bal prima weg. Nog steeds met de bal aan de voet. Voorbij haar tegenstander. Michelle Prince. Goed ingeschat hoor, die bal.
Balverlies voor de tegenstander. Sophie Schmid. Ze dacht tenminste, denk ik, ik probeer het gewoon. Ja, maar helaas voor haar ging de bal er niet in. En weer in balbezit. Blijft aan de bal. Ze kan er nu voor geven. De tegenstander haalt die voorzet eruit. Christine Sinclair. De voorzet gaat naar het midden. Daar wist ze helaas niets van te maken. Het is een doeltrap. Elise Kelland-Knight. Christine Sinclair. En dan nu de voorzet. Chapman. Zo'n paas moet je niet aankomen. Die is voor de tegenstander. En een schot op doel. Goed geblokt dat schot. Uitstekend gezien hoor. Prima interceptie. Zorg dan dat die bal ook echt weg is. Tamika Butt. Veel te simpel deze paas. Een makkelijke prooi voor de tegenstander. Janine Becky. Dit kan gevaarlijk worden. Op snelheid de bal ontvangen. Hier zit ze er hartstikke goed tussen. Heel attent. De bal weer heroverd. Ze is er vandoor. Voor open doel maken dan maar. Doelpunt voor de Australische dames. Daar nam de doelvrouw veel risico om zo ver van het doel af te staan. Ja, daardoor was deze kans echt niet te missen. Slecht keeperswerk. Jelena Zadorski. Ja, zo'n bal is natuurlijk makkelijk te onderscheppen. Ruimte op de flank nu. Bal voor de pot gegooid. En er gaat er weer één in. Och, wat een luxe. Een voorsprong van 2 doelpunten. Dat is toch lekker voetballen. Ja, en nu is toch wel het moment gekomen voor de tegenstander. Om er ook eens iets tegenover te stellen. De aanval verliep goed en uiteindelijk belandt de bal in het net. Mooie voorzet van een aardige afstand, moet je kijken zeg. Ja, zie het. Deze speler staat erom bekend dat hij een uitstekende voorzet in de benen heeft. En ja, goed afgemaakt ook die bal. Lekker hoor, die voorzet. Uitstekend gegeven. Nou, zo wil je ze dus hebben, hè. Als je dan voor het doel staat en je kunt een beetje koppen, ja, dan leg je hem er zo in. Janine Becky, Christine Sinclair, Diana Matteson, Adriana Leon, Michelle Prince. Alloway, Emily van Egmond,
gevaarlijke hoge bal in de diepte. Ze kan hem nu voorgeven. Williams. Mooi dat schot. Dat schot moet erin. Ah, doelpunt voor de Australische dames. Ja, dat is pech hoor voor de doelvrouw deze goal. Aan de andere kant, de tegenstander stond wel goed opgesteld. Ja, die anticiperen natuurlijk op de redding van de keepster. Sophie Schmidt. Janine Becky. Diana Madison. Adriana Leon. Via die ingreep gaat de bal uit. Inworp. Ashley Lawrence. Janine Becky. Nog steeds met de bal aan de voet. Goed van de bal gezet. Komt dat schot, zou Hugo zeggen. Een voorzet uit het boekje. Maar de afronding is niet goed genoeg. Ja, dat is een paas. Daar kun je direct mee aan het werk. En ze neemt hem direct zonder de bal aan te nemen. Ik vraag me af of dat wel verstandig was. Ze schiet op doel in de baan van het schot. Zo'n paas moet je niet aankomen. Die is voor de tegenstander. En een schot op doel. Goed geblokt, dat schot. Christine Sinclair. Bal wordt in de vrije ruimte gedropt. En daar is ruimte op de vleugel. Voorzet op een vrije medespeelster. Blijft aan de bal. En ze is weg. En ze pakt de bal. Weer goed gedaan van de keeper. Emily van Egmond. Caitlin Ford. Komt dat schot, zou Hugo zeggen. Emily van Egmond. Die bal wordt door Labbé gekeerd. Katrina Gorry. Samantha Kerr. Ze schiet op doel. De bal komt voor het doel. Goed ingeschat hoor, die bal. Balverlies door de tegenstander. Kadesha Buchanan. Christine Sinclair. Uitstekend gezien hoor, prima interceptie. Ze komen nu dichterbij. Caitlin Ford. En een schot op doel. Voor het doel gegeven. Hier zit ze er hartstikke goed tussen. Heel attent. Ze is nog steeds aan de bal. Caitlin Ford. Emily van Egmond. Ze zit er tussen en heeft de bal. Goed ingeschat hoor, die bal. Balverlies door de tegenstander. Komt dat schot, zou Hugo zeggen. Een schot met de vreef, fantastisch genomen, technisch perfect, keihard, goed gericht. En dan eindigt de bal links in de hoek. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken.
Adrienne Leon. Kadesha Buchanan. Diana Madison. De scheidsrechter fluit af en de wedstrijd is gespeeld. Geweldig. Hoeveel doelpunten we hebben gezien vandaag. Een geweldig resultaat voor het team. En ik denk dat de coach straks in de kleedkamer en deze speelster in het bijzonder zal bedanken. Tja, want was ze treft zeker vandaag, zie je het.